had het niet verwacht dat het zo'n impact zou hebben. Om gewoon weer A te kunnen staan, maar vooral je weer te kunnen verplaatsen zonder rolstoel. Dat was heel bijzonder. Verder in beweging. Een podcast van de Sint Maartenskliniek. Het exoskelet is een gemotoriseerd pak, zeg maar twee beugels die aan de buitenkant van het been zitten, die verbonden zijn door een rompgedeelte. In die benen zitten motoren en die motoren die kunnen dat pak voortbewegen, waardoor je benen dus ook automatisch gaan meebewegen. Een podcast over innovatie in de zorg rond houding en beweging. Wij gebruiken virtuality voor de bestrijding van pijn. Je ziet geen dingen rondom je heen en je hoort ook niks. Je bent even in je eigen wereldje. Abonneer je gratis, zodat je geen enkele aflevering mist. Ik ga nu naar een app van Discovery Channel, mee met een meteoor. Ja, wat je zegt, je wordt eigenlijk ondergedompeld in de wereld van de VR. En dan leidt het zeker af van allerlei ongemak. Luister bijvoorbeeld via Apple Podcasts, Spotify, Stitcher of Player FM. Je ziet hier een hele grote vrije ruimte met twee systemen aan het plafond. Dat grote blok wat je ziet hangen, dat is dus de Zero G waar we de gewichtsondersteuning aan kunnen geven. Verder in beweging. Een podcast van mij, Maarten Dallinga, voor de Sint Maartenskliniek. Nou, ik denk verdorie nog, daar staat het apparaat wat mij zou kunnen gaan helpen. Het is bedoeld voor mensen die minder kracht hebben en die daardoor nog niet met eigen kracht op de benen kunnen staan. Die Ryzen die werkt als het ware met 4 of 6 kabels, een soort katrollen. Daarmee kun je dus ook een stapje opzij zetten, kun je ook in de breedte lopen. Verder in beweging, ook te beluisteren via maartenskliniek.nl. Laat het maar gebeuren. Hou die druk vast. Ik hou de druk vast. 2, 3. Ah.